We hebben de verkiezingen gewonnen, dus dat is hartstikke goed nieuws. En eigenlijk nog afgetekender dan we donderdag al dachten, dus dat is gewoon hartstikke goed nieuws. De Groene, u was daar de spitsenkandidaat, daar gaat het wat minder goed. Ja, het is niet alleen maar successen vanavond. Met name Frankrijk en Duitsland zien er gewoon niet goed uit. We hebben wel grote successen te vieren in Denemarken, in Letland, in Kroatië. Dus maar kunnen we concluderen dat is dan toch misschien de boodschap van vanavond, dat de groene wind, die woei in Europa, vanavond is gaan liggen? Nou, wat we in ieder geval zien is dat de groenen een verkiezingsnederlaag leiden, deze verkiezingen. Maar tegelijkertijd dat je ook wel ziet dat het nog steeds moeilijker wordt om een stabiele coalitie in het Europees Parlement te vinden. En dat wordt denk ik een uitdaging voor ons allemaal. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat Europa de komende jaren wel stabiel beleid kan gaan voeren. Want dat is keihard nodig als je kijkt naar de uitdagingen op veiligheid, op economie. En als we dan even de conclusie hier trekken. Staat hier een blij man die in Nederland de verkiezing heeft gewonnen, of staat hier een verdrietige spitsenkandidaat? Nou, mijn blijdschap was vooral donderdag. Nu ben ik meer de spitsenkandidaat die wel ziet dat we verliezen leiden in Frankrijk en Duitsland. En dat overheerst vanavond wel. En hier denk ik dat er twee mensen een gat in de lucht springen. Ja, ik ben heel blij in ieder geval. Ja, ik heb een hele bijzondere 5 minuten gehad zojuist. Want Volt gaat naar 2 zetels. Dat is hartstikke mooi nieuws. Dus 5 minuten geleden wist ik nog niet zeker. Maar nu weet ik zeker dat ik ook het Europees Parlement in ga. En ik ben heel blij dat de Volt-achterban, dus de pro-Europese achterban, zijn stem heeft laten horen. We gaan jullie volgen de komende jaren. Heel veel succes.